Kan je zo even deze kant op kijken? Oh ja, oké. Okay. Ja? Ik zie het. Zo, en nu een beetje blauw erbij. Oh, prachtig. Ik ben benieuwd. De strijd begint. Haak je nou eigenlijk ook de kwast anders vast? Nee. Ik leun wel altijd zo met mijn andere hand, zodat het dan minder zwaar is. Want waarom heb je dat dan nodig? Anders krijg ik snel last van mijn spieren, van mijn pols, omdat die snel vermoeid wordt. Ja, wat leg eens uit, wat heb jij? Ik heb HMSN type 3. En dat staat voor hereditaire motorische sensorische neuropathie. Wow. What the fuck is Daar dat? Daar heb ik op geoefend. Ik merk het. Wat het kort inhoudt is dat mijn signalen van mijn hersenen naar mijn zintuigen toe, dus je gevoelszintuigen, ja, en van je hersenen naar je spieren toe, die moeten door een zenuwbaan en die komen niet tot nauwelijks aan. Het gaat vooral om de spieren die het verst van mijn ruggenmerg zitten, dus mijn voeten en mijn handen. Als je me bijvoorbeeld kietelt onder mijn voeten, dan voel ik dat niet. Nou, dus kom, helaas. Dan gaan we dat natuurlijk even proberen. Ja. Zet je voet maar even hier op tafel. Ja, vol. Want je kan eigenlijk niet tegen kietelen? Nee. Oké, dus nu kietelen. Ja, dit voel ik niet. En wanneer komt het dan nu binnen? Nee, dit voel ik helemaal niet. Oh. Je ziet ook aan mijn voet dat die, omdat mijn spieren niet sterk genoeg zijn, die worden korter, staat die ook heel erg hol. Van mijn voet, ik vind het niet zo erg, want daar sta ik toch alleen maar op of ik zit in mijn rolstoel, dus die heb ik toch niet nodig. En mijn handen, daar denk ik dan liever nog niet over na. 5 jaar, 10 jaar geleden voelde ik nog gewoon alles in mijn handen. En nu voel ik het bijvoorbeeld echt een stuk minder. Je hebt wel gevoel nodig om bepaalde dingen te kunnen doen, zoals een kwast vasthouden. Die hou ik dan ook echt heel strak vast. En daardoor krijg ik soms ook kramp of mijn hele hand ziet er dan rood uit. Omdat ik het gewoon niet goed voel. Ja, want hoe was dat toen verder voor jou een beetje als kind? Toen ik van de basisschool afging, toen hadden we besloten om naar Heliomade toe te gaan. Dat is speciaal onderwijs. En ik ben in die tijd ook heel erg gepest. Hoe was dat pesten dan? Wat deden ze? Nou, ironisch genoeg waren de mensen of een aantal mensen die niet echt konden lopen of die bijvoorbeeld een arm misten of iets, die zeiden dat ik raar liep of raar rende. Maar zei je dan oprecht niet, kijk even naar jezelf? Nee, op die leeftijd toen dacht ik gewoon, nou is dat echt zo en waarom? Ja, nee, toen had ik nog niet zo'n grote mond als nu. Maar wat raakt je er dan nog zo aan? Nou, de dingen die ze hebben gezegd en de onzekerheden die ze me hebben gegeven. Sorry. Is ook kut, toch? Denk je dat ze misschien ook jou pakten omdat het lijkt alsof je niks hebt? Weet je wel, je ziet er mooi uit en je lacht lief en je bent lief. Dat zou misschien ook wel kunnen, ja. Dat ik misschien ook niet helemaal tussen dat plaatje daar past op het speciaal onderwijs. Ja. Ik ben ze ook eerlijk gezegd gewoon dankbaar dat ze me hebben gepest. Omdat ze het wel... Mede door hun ben ik zo geworden hoe ik nu ben. En vroeger Sterker kon ik, geworden. Ja, vroeger kon ik echt niet voor mezelf opkomen. Nou zie ik daar op die foto, zie ik echt een hele leuke jonge man staan. Is hij nog single? Is het jouw vriend? Ja, het is mijn vriend, ja. En hoe is dat gegaan in het begin? Zei je toen van, hallo, ik heb dit? Ja, ik heb hem leren kennen op Tinder. En ik moest natuurlijk wel me bepaalde dingen vertellen. Dus ik zei ook, nou, ik ben stripper. En ja, dat is echt zo. Of ben je dat echt? Ja. Oh, echt? Ja. Nee. Ik dacht, waar is je paal? Nee, dat heb ik wel echt tegen hem gezegd. En toen meteen daarna zei ik, nee grapje, ik heb gewoon maar een spierziekte. En toen zat hij echt, oké, nou dat is beter. Ja. Prima hoor. Ja, dan valt het altijd mee. Ja. Oh, wat chill, dit is wel echt de leukste manier die ik ooit heb gehoord van vertellen dat je iets hebt. Oké, het moment van de waarheid, ja. Degene die wint, die krijgt een hamburger. Oh. Oké, klaar voor? Ja.
Kapauw! Wauw! Jeetje, jou is wel echt heel mooi. Kutzooi. Mogen we elkaar schilderij mee naar huis nemen? Ja, dat mag. Oké. En die hamburger, die krijg jij dan de volgende keer, goed? Je hebt gewonnen. Dank je wel. Gefeliciteerd. Jij ook. Ach, die is hard knijpen. Yes, nee, grapje. Mietje. Hé, hey, dat is een gevoelig woord, hè, bij mij, Mietje. Mijn oude trauma's. Wil je erover praten? Je zal het maar hebben, homoseksueel. Ja. Ja, ik ga hem in de wc ophangen. Wanneer loop je eigenlijk zo achter de stoel dan? Als ik nog niet zo heel veel heb gedaan, dus dan ben ik gewoon nog niet zo moe. Mijn benen zijn nog niet toe om te zitten. Ja. Maar zodra ik echt een lange stuk heb gelopen, dan ga ik wel zitten. Want kan je eens gewoon een stukje lopen zonder stoel? Ja, kan ik wel. Ja? Zo, ja. Even over de catwalk. Ja, is goed. Ja, doe maar. Even kijken hoe dat eruit ziet. Oké, nu voel ik wel de druk, hoor. Oh ja. Nou, dit gaat toch super recht? Of maak je er nu juist een ding? Oh, pas op, voor starten. Ja, maar dit gaat toch goed? En voor? Nou, recht, recht. Ik lijk nog net niet op een pinguïn. Maar heb jij niet de hele tijd zo de behoefte om haar dan zo te ondersteunen? Nou, ik voel dat eigenlijk wel een beetje aan. En ze geeft het zelf eigenlijk ook wel aan. Oh, als ja. ze hulp nodig heeft. Ja. Dus dat gaat heel automatisch eigenlijk. Maar het is wel een beetje een dronkenmansloopje, toch? Als je er 10 pils op hebt. En dat hoor je ook wel veel. Ja? Als ik gewoon bijvoorbeeld in de winkel aan het lopen ben. Of heel even kort in de stad. En het is dan ook echt avond. Dan zie je mensen soms ook zo kijken van... Nou, die heeft al 10 shots op. Ja. Maar hoe voel je je over het lopen? Want het gaat dus wel achteruit, of hoe snel gaat het? Nou, het moeilijke vind ik vooral dat ik het gewoon niet goed weet. Het is niet bekend hoe snel het gaat. Als ik moet gokken, dan gaat het wel per jaar steeds een beetje minder. Ja, denk je dus ook wel eens na over gewoon een leven dus zonder lopen? Nou ja, laatste tijd denk ik daar steeds meer over na, omdat je natuurlijk ook ouder wordt. Ja. En even de berg op, hoor. Dan wil je even een stukje zitten? Ja, ik wil het even. Ga maar zitten, dan duw ik je. Ja. Nu word ik dan vermoeider, dus dan ga ik ook echt alle kanten op lopen. Dus dan ga ik meestal even zitten. Maar hoe zijn die gedachten dan, als je erover nadenkt? Nou, soms zit ik er ook wel echt doorheen en dan heb ik er wel heel veel moeite mee. Maar ik denk ook wel weer, het is een probleem waar ik niet echt specifiek iets aan kan doen. Dus waarom zou ik me er dan zorgen over maken? Als je er toch niks aan kan doen. Ja, maar daar hoop je dus wel op dat er nog iets aan te doen is? Ja, tuurlijk. Ik hoop er natuurlijk wel op dat er iets aan te doen is. Maar vind je dat hopen ook niet eng? Nee, ik denk dat hoop juist iets positiefs is. Waar ik zelf ook rustig van word, zolang ik hoop heb... is het ook gewoon allemaal goed te doen. Ja, want waarom wilde je dit dan nu zo graag doen, met het boogschieten? Nou, ik heb het een keer eerder gedaan en dat is echt al jaren terug. Dus ik ben wel benieuwd of het dan nu of achteruit of juist hetzelfde is. Oh, echt een soort van graadmeter, van even kijken of ik het nog kan? Ja, of ik nu misschien wel in de roos schiet. Ja, want die kans is natuurlijk ontzettend groot. Ja. Als je lijf achteruit gaat. Oké, nou, laten we het even testen. Ja, ik ben benieuwd. Oké, jij mag beginnen. Hij is wel raak. Hij zit al gelijk, joh. Ja, kijk. Superwoman. Hey, en hoe voelt het? Nou, ik merk wel dat ik echt het evenwicht heel erg zoek. Dus af en toe hou ik Rob even vast. En als ik hem zo naar achter doe, dan is dat wel echt, kost veel kracht. En? Oh, ja! Hey. Hallo, die was ik echt. Je bent ook wel een beetje verbaasd. Oh, ja, echt. Ik had het niet verwacht. Jij bent. Nou, succes. Echt over die pijl. Ja! Lekker, Wendy. Yes.
maar dit ging goed, toch? Ja, het ging echt goed. Ik vond het echt super vet. Heel vet om te doen. Ik zeg ook meestal waarom moeilijk of waarom makkelijk als het ook moeilijk kan. Ja, dat ik dat toch een soort uitdaging voor mezelf weer elke keer zoek om te kijken. Kan ik het wel, kan ik het niet? En nou, dit kan ik dan toch wel. Terwijl ik dacht dat het misschien niet lukte. En dat doe ik wel ook heel blij van. Ja, tuurlijk. Ik merk wel dat ik echt last heb van mijn rug. Om het door de hele tijd te corrigeren. En ik voel bij mijn voeten en mijn kuiten voel ik nu een soort prikkels. Een beetje alsof het een soort elektrische schok is die je elke keer krijgt. Nou, even lekker zitten dan. Ja. Ben ik aan de beurt? Ja. Oké, hold up. Daar heb ik een ideetje voor. Oh jee. Het is best veel wat ik heb. Zo, wat heb je allemaal meegenomen? Dit zijn allemaal elektriciteitsstickers. Oké. Kom maar op. Zeg maar waar het moet. Heb je er nog meer? Nou is dit niet genoeg. Waar wil je het? Ik denk op je bovenarmen. Ja, daar. Ja, je moet nu gewoon al jouw pijnlijke plekken moet je even af. Ja. Oké. Dat zijn er vier. Nu je benen. Bij je kuiten. Oké. Ja, goed zo, alle plekken? Perfect. Maar dan zijn we er nog niet. We hebben namelijk deze zakken. Zo. Om te simuleren dat je spieren heel zwaar zijn. Ja. Oh, dus die moeten denk ik om mijn benen. Ja, dat zou ik op je benen doen. Ja. Oké. Onderdeel 3. Wat heb je nog meer? Zijn deze. Succes. Oké. Zodat ik ook een beetje gammel op mijn benen sta. Kijk. En de laatste, dat ik geen gevoel heb in mijn vingers. Ja. Oké. Wat denken we ervan? Ja, je ziet er goed uit. Maar klopt het een beetje, denk je? Ik denk het wel. En je kan ook zo op de modeshow, denk ik. Dat is waar. Want dan ga ik nu ook even pijl en boog schieten. En dan kan jij mij een beetje elektriciteit geven. Want dat is dan de tinteling die jij voelt. Nou, zet er eens wat op. Kan ik even ik doe hem nu aan, voelt. Ja? Oh ja. Auw! Ja. Spieren! Kom op. Auw, zit je niet heel hoog nu? Nee. Huh? Ik zet hem wel iets lager. Auw, oké. Kijk over die pijl. Ja. Ja! Oh. Oh, maar ik kon hem bijna helemaal niet omhoog houden, dit ding. Nou, ik kan wel hoger, hè? Ja, pak me maar even goed aan. Oké. Komt-ie. Je tikt hem er even. Nou, niks. Kom op nou. Is dit het nou? Ja. Ik jou nu ga opduwen. Kijk, blijf staan, hè? Ja. Voor jou zo. Ja, het is wel gek dat je de hele tijd denk ik dat ik goed sta, maar dan gebeurt er iets, bijvoorbeeld in mijn spieren of zo, en dan verlies ik toch weer mijn evenwicht. Ja, zo voelt het bij mij ook. En dan denk ik, oké, nu sta ik eindelijk gewoon goed en relaxed. En dan opeens weer... Gebeurt er weer iets? Oké, even sterk staan. Hup, jank nog een paar keer op die knop. Go. Oh. Ah, hey, auw! Hij kan hoger dan 8. Nou, dat hoeft niet. Hier, hij zat erin! Doe hem nou eens laag dan nu. Oké, hij hoeft helemaal niet hoog. Nee, ik doe hem laag. Auw, nee. Auw, nu staat hij hoog. Hij stond op 15. Op 15? Ja. Nou, stommerd. Waarom doe je dat? Ik ben je zielig. Oh, nou, is het klaar? Ja, is het klaar. Oké, okay. High five. Zo. Nou zeg jij ook wel van waarom makkelijk doen als het ook moeilijk kan. Maar is dat ook om iets te bewijzen of zo? Nou, ik heb wel dat vrienden of kennissen toch wel snel denken dat ik... of verwend ben, of dat ik snel om hulp vraag. En dat ik niet zelfstandig ben. Dus daardoor heb ik wel een beetje... wil ik alles zoveel mogelijk zelf doen. Ja. Is dat ook iets wat jij merkt? Dat zij het dan moeilijk vindt om hulp te vragen? Nou, niet per se eigenlijk aan mij. Want het gaat nu zo automatisch, omdat we elkaar al zo lang kennen. Ja. Maar bijvoorbeeld vroeger op de middelbare school... mochten wij vaak 5 minuten eerder uit de les. Omdat het altijd zo druk werd op die gangen. En dan was het altijd meteen van... je moet je haar zien, jullie mogen lekker eerder weg en zo. En ja, dat voelde ook altijd voor haar zeker naar. Maar ik had ook altijd zoiets van, waarom doe je nou eigenlijk zo? Ja, want ik vind dat je echt een hele positieve instelling hebt. En juist weet je wel dat je al die dingen wil doen die je
misschien niet zou kunnen. En dat je al die dingen doet, is dat ook een soort van hele dikke middelvinger, zeg maar, ja, naar al die mensen toe? Eigenlijk wel, ja. Om toch te laten zien van, nou, zie je wel, ik kan echt veel meer dan jullie denken en zeggen. En ook voor mezelf natuurlijk. Al die praatjes die ze hebben, dat klopt helemaal niks van. Dat wil ik toch laten zien. Oké, mag ik dit dan allemaal uitdoen? Ja, laat het doen. Hakken neem ik wel mee naar huis. Ja. Kan je het van het weekend nog dragen? Ja, chill. Alsjeblieft. Ja, dankjewel. Je zal het maar hebben.